Karretjes op de nieuwe houten achtbaan Joris en de Draak in de Efteling zijn maandagochtend weer gewoon gaan rijden. Zondag werd de attractie gesloten wegens een mankement. Alleen de Draak, die een hydraulische vloeistof lekt, werkt nog niet. Een woordvoerder van het pretpark in Kaatsheuvel heeft dat maandag laten weten. Het park verwacht dat de lekkage aan de vuurspuwende Draak, waar de treintjes in volle vaart langsrijden, in de loop van de week opgelost kan worden.